Hoe lang bestaat de vereniging? Wat vinden jullie nou zo leuk aan Aikido? Ik vind het gezellig. Het is leuk in een groep. Je leert allemaal nieuwe dingen. Het is echt heel gezellig altijd. En ik heb er heel veel lol. Ik zie jullie ook wel eens vallen, hè? Doet dat nou niet zeer? Als je dan zo'n klap wordt, zou je wel denken dat het zeer. Maar ja, het valt mee. Want bij het begin dan sla je zeg maar af met je hand, waardoor je rug niet zeer doet. En ik merk wel, ook uit ervaring, als je niet afslaat, doet dat wel zeer. Ja. Dus dat moet je wel oefenen. Dat krijg je ook te oefenen. Dus dat is niet alleen maar voor de show? Nee, het is niet, zeker niet alleen maar voor de show. Het is ook voor je eigen veiligheid. Want als je het niet doet, dan kun je blesseren. En dat is niet de bedoeling van Aikido. Het is de bedoeling dat je leert hoe je moet vallen en je moet bewegen. Dat is het doel, zeg maar. Maar jullie hebben er veel plezier in, zie ik wel, hè? Ja, ja, heel erg leuk. En ja, vooral ook, je wordt ook, zeg maar, bij de grotere, die er ook wat langer op zitten dan mij, word je helemaal heen en weer gesweept.
En dat vind ik het. Dat vind ik wel het leukste eraan, vooral. En dan leer je gelukkig nog afslaan. Dus ja, dat vind ik heel leuk. De hele filosofie van Aikido die gaat wel over hoe sta je in het leven. En het begint bij heel erg vanuit je eigen autonomie in het leven staan. Dus als ik een avondje bij Aikido geweest ben en dat goed gevoeld heb, dan kan ik de volgende dag meteen weer anders met dingen omgaan. Anders reageren op dingen. Dat is ook zeker in mijn eigen leven zo. En dat kan ik vervolgens ook weer overdragen op andere mensen in training en in coaching. Dat klinkt heel geweldig. Het is echt een beetje spannend eigenlijk ook. Geef je toevallig ook les of wil je dat gaan geven bij Aikido? En bovendien zie ik eigenlijk bij deze club ook dat er alleen maar leraren zijn. Ja. Bij de trainingen, het gebeurt heel serieus, het is vrij stil. Maar zit er ook nog een vorm van plezier in? Oké. Nou, de mensen die op zoek zijn naar zelfontwikkeling of persoonlijke ontwikkeling, die zijn heel geschikt voor Aikido. En jij van harte welkom om een avond mee te trainen. Want de beste manier om met Aikido aan de slag te gaan is altijd een keer proberen.